Ja, wat ga ik maken? Iets maken in plaatijzer. Ik ga een armatuur maken van rondijzer. Waar dat ik dan de plaat rond maak. Maar ik ga dat als den bouw maken. Als den bouw. Met op buikgevoel. Op buikgevoel. Ja, dat is buikgevoel. Dat is niet dat je naar het wc moet. Hè. Dat is ook buikgevoel. Oh, dat is niet. Ik bedoel. Hè? Dus ik bedoel. Ik maak een gestel in ijzer. Driedimensioneel. En dan ga ik dat bekleden. Eigenlijk ja. Plaat tegen lossen. We gaan daar een beetje een vorm aan. Goed? Gaan we helpen? Nee? Ook goed. Ik heb jullie bespaard van de tekeningen en de papierknipperingen. Dat is de linkerkant. Dat is de rechterkant. Dat is de onderkant. En dat is de voorkant. Dus zo moet het eruit zien. Zo moet het eruit zien. Nu gaan we die nest in elkaar lassen. Dus dat moet het zijn, dat moet het worden. Dus wat gaan we doen? En ze vloeit. Gaan we dat allemaal in. Op zo'n plaats gooien. Als we kunnen. Hè. Goed. Liefst mag dat niet knikken. Dan hebben we geen mooie oppervlakte. Dat is. Zo, erin. Goed hè? Goed zo. Daarvoor hebben we die klemmen. Een klempje hier. Voilà.
Ik heb het allemaal afgeschreven. Opgepolijst, afgerond. Mijn hand tintelt van het slapen. Au. En zo ziet het er dan uit. Zie je, dat is allemaal helemaal proper gemaakt. Er zit zo wel hier en daar nog zo wat puttekes. Gelijk als hier. Weet je wat. Het is nog allemaal lang geworden. Dus. Dat is dan een goed begin. En ik zou hier dan ook zo een cirkel willen inmaken. Eigenlijk een ring. Voor een half ring. Moet ik dat gaan uitsluiten, dat weet ik niet. Dat kan wel wat krommen. Maak mijn mama. Ik heb hier toch gemakkelijk een uur niks als zit te slapen. Enfin, het is, dat is zo ongeveer geworden. Heel content ben ik er niet van. Waarom niet? Het is niet schoon rond. Nee, het is nogal poepelig. En ik durf niet meer slapen, want dat is maar een millimeter dik. Als ik dan slaap en ik slaap alles weg, dan ben ik niet content, want dan gaan mijn platen terug loskomen. Dus dat is zo ongeveer een beetje het wat ik willen maken. Ik denk dat ik hier nog wel pootjes ga onderzetten. En